God, we zijn hartstikke Zink en we zijn hier voor jou met een pauw pauwpraat met Jacco Peek, Ron Vostermans en ik ben Martin Verschoor. Deze week hebben wij allemaal gamepjes gespeeld. Volgens mij is Jacco bezig met, uh, met uh, hoe heet die ook Wow, Dragon plat. Uh, Age. Ja, godzie. Dragon Age. Ja. Ron, wat ben jij aan het spelen? Refontage, een veel normalere naam. Mm. Ik ben alleen maar bezig met Black Ops 6, dus dat wordt Goed. Hoe is Goedste. Lekker man. Hoe is het jou nice. met jou? Ja goed. ja, goed. Hij vroeg dan bij ja. uh, Jacco. Ja, jij was eh uh, Oh. aan, Jacco. Ja. Maar uh, Maar uh, goed met jou? Oké. Okay. <laughs> ja, zeker. Ja, ook, ook, ook ah, met jou. Ja, ja. Ja, prima, prima. <laughs> oh, wow, mijn beeld verdwijnt opeens. Hier in het Oh nee, je bent <laughs> weer <Met nog>. Oh, <laughs> Gelukkig. Oh, Oké, okay. man. Ik sleep mijn venster weg in, uh, in, de, in de software. Dat moet je wil, nooit doen. Wil ik wil jullie wel vast waarschuwen. Uh, ik werd net oh. gebeld door mijn schoonmoeder. Die past op dinsdag op, oh. uh, altijd op de kinderen. We nemen dit op op dinsdag. Uh, oh. die, die was een beetje ziek. Uh, dus ik moest de kinderen ophalen. Die zijn nu beneden de bende aan het slopen. Dus als je wat hoort wordt omvallen. iemand hoort gillen. Iets door het raam wordt gaan. Niks aan het handje. Moet er allemaal bij. Nee. Maar je gaat het huis verkopen, toch? Dit, dit is een huurhuis, dus uh, hier ben ik over. Oh. Uh, oh. Ik wil zeggen, laat maar slopen. De maar is natuurlijk wel over iets... een maandje ben ik hier is weg. Het is ingewikkelder. Zo, dat wordt nog een hele operatie, jongen. Ja, joh. Ah. Je, is het, uh, je gaat verhuisbedrijven, hè? dus je gaat een bedrijf uh, doen. Ja. Dat is echt een luxe die ik mezelf ook ga permitteren, mocht ik nog ooit verhuizen. Ja, dat, hekel, dat maar lijkt me dat zo chill, ga... man. Ja, maar, maar nog steeds, je moet wel alles in dozen doen. Alles wat hier staat uitgestald, dat moet hopelijk heel mee naar de, naar de, uh, naar de andere kanten daar weer uitgestald worden. Uh, waar ik wel heel blij mee ben. Ze gaan kledingkasten hmm. uit elkaar halen en daar weer in elkaar zetten. Dat Gee. vind ik namelijk echt het kutste werk wat er is. Kledingkasten ja, is kuts, uit ja. elkaar halen en in elkaar zetten. Dus uh, ik ben blij dat ik, die, dat ik daar budget voor heb vrijgemaakt. Het scheelt een hele hoop. Maar ik, toen ik... Oh, sorry, Jacco. Ga je Ik wilde vragen of jullie in elk scenario verhuizen haten. Want ik vind verhuizen, als het niet voor mezelf is, best wel leuk. Namelijk. Nee, ik moet zeggen misschien dat ik het dan leuker vind. Ja, trouwens. Ja. Ja, zelf, ik zeg altijd boekhouden en verhuizen. Die twee dingen. Ja, maar het is niet alleen die dag zelf dat je alles moet uh, overbrengen. Maar het is ook het geregel eromheen. De, de verzekeringen, de, de aansluitingen. Ja ik ga yeah. naar zo'n zelfvoorzienend huis. ik heb geen idee hoe dat werkt met een warmtepomp, zonnepanelen. Uh... oh dat is in principe niet meer relevant want het is zelfvoorzienend. ja, maar maar je moet wel iets hebben, toch? <laughs> het is zelfvoorzienend. ja, je moet maar... wel iets hebben. Ja. dat klinkt wel. ik weet namelijk niet wat dat betekent. Dus. ik ook ja, niet. moet je eten verbouwen zo... zeg maar. Nou ja, het is zelfvoorzienend, oftewel, uh, het is, je bent van het gas af, uh, er liggen panelen op ja. die genoeg moeten opleveren dat je er ook genoeg uh, energie mee kan gebruiken. Maar ja. Oh, dat is cool. Dan... Ja, ik ben ook van het gas af hier. Ja. Dus ik weet niet, ben ik dan ook zelfvoorzienend? Uh, ik ook volgens uh, mij, uh, ik heb ook geen... Nou, als, je, uh, al, al, als je dan Misschien ook niet meer afhankelijk bent van een, uh, van een energiemaatschappij, dan wel. Oh nee, dat ben ik er wel, volgens mij. Dat ben ik ook. Ja, dat ben ik, ja, dat ben ik wel. Ja, oh, dus, maar dan uh, hoef je ook niet te betalen? Oh, die fiets, ja. Nou ja als het goed is, is gaat mijn energierekening uh, naar heel weinig. Ja. Wow, dat is chill, man. Oh, vet, man. Ja, ja mijn broer heeft het ook. Yes. Die is ook uh, grote boiler en shit, of weet je dat? Ketel. Ja, een warmtepomp nee, met een grote uh, waterreservoir erin. Ja, en zonnepanelen en shit. Ja. Maar ja, ook uh, keuken moeten er nog in wandelen. Goed, ik ga nu niet mijn verhuisdrubbels. Uh, <laughs> dit is geen praatuurtje over wat uh, je die gaat verhuizen. Ik vind het wel interessant. Het is toch wat leeft. Ik vind het interessant. Ik zou je vertellen, ik ging verhuizen. Ik heb er echt de begonnen ik, begon, ik uitgebreid over. Ik heb mijn hele ding was: ik ga overschakelen. Nou, ik heb gewoon de keuze gemaakt om alles weg te gooien. Of weg te doen. Het meeste heb ik weggedaan. Mm -hmm. Heb ik dat verhaal verteld? Heb ik voor zo'n 100 minuten verteld? Dat ga ik niet eens vertellen. Nee, dat ik weet het waren wel. mijn overburen. Nee, dat weet ik niet. Ik kwam, dat ik een zin oh, Dat heb je wel verteld. Ja, heel dat wel. heb ik heel vaak verteld. Volgens ah. mij hebben heb we dit gesprek ook al gehad over hoe vaak Kijk, ik dit vertel. Ik luister als Ron wat zegt. <laughs> nee, maar volgens mij was dat in de Ron en Erik podcast en niet in deze podcast. Nee, 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 nee. nee, nee. Volgens was, mij heb ik dat hier <laughs> verteld. Ja. Volgens mij heb ik dat hier twee keer of drie keer verteld. Oh, zeker. Niet. Ik was je ja. ben. <laughs> volgens mij hebben we ook dit gesprek al gehad <laughs> jij zegt nee 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 dat heb je nog niet verteld want ik het ga vertellen. Jacco zegt oh dat had je al verteld. Nou oh, wat goed. Nou wat leuk. <laughs> ja, maar ik heb toen wel de keuze gemaakt en dat is echt, daar heb ik echt geen spijt van om alles dus weg te doen mm -hmm. en heel weinig terug te halen. Dus ik, heel veel mensen denken dat ik al heel veel heb, maar daar valt eigenlijk wel mee. Ik heb bijvoorbeeld maar één pen en als die pen kapot is, dan haal ik gewoon een nieuwe. Ja. Ja, ik heb vroeger een lader met allemaal bullshit, die heb ik niet meer. Mm -hmm. Als ik um, het enige wat ik heb is, ja, ik heb wel gewoon veel uh, controllers en zo. Maar die heb ik allemaal netjes weggelegd. Oh. En ik heb niks in beeld. Je ziet hier geen console staan of zo. Wat goed. Wat je ziet is eigenlijk wat je hebt. En ik heb uh, uh, ja, heel veel schoenen heb ik. en die staan in mijn kast. Dus die zie je ook niet. Ze wel weggeborgen. Wat goed. En dit is mijn tactiek nu. Dus als ik nu nog een keer ga verhuizen, is het niet echt een probleem. Ja, ik heb er dus ook al heel veel weggegooid. Mevrouw nog meer. En als ik even niet oplet, gooit ze ook shit voor mij weg. Dus af, ik moet wel goed opletten. Um, ja. Maar het, het ruimt wel lekker op. Dus uh, daar ben ik wel blij mee. Ja. Ja. ja, het is gewoon een, een fijnere manier ook om. Het uh, klinkt misschien belachelijk, maar het is een fijnere manier om te leven of zo. Ja. Minimalistisch. Ja. Nou, je, je, komt gewoon, ja. je komt gewoon dingen tegen die, die je al vijf jaar niet hebt gezien. En dan heb je ze dus ook niet gemist. En dan gebruik je het dus ook niet. Dus hartstikke idee eruit. Nee, precies. Hoeveel fucking game shit? Ik geef uh, fuck 3 post-its en zo. Ja. Allemaal dat soort onzin. Dan dacht ik, ja, wat doe ik hiermee? Ik kom, fuck af. Ik heb ook echt een hoop shit, man. Ik ben ook met nul begonnen hier. Ik heb alles achtergelaten. Maar ja, kijk, dan heb ik nu dit, zeg maar, op mijn bureau. Dan ben ik op een Pokémon-kaart. Het is echt fucking cool. <laughs> maar deze staat nu permanent op mijn <laughs> dat bureau. Dat is die foto? Die moet je ja, gewoon op is, hangen, is, van, van, van op dus Ja, Gewoon daarnaast hangen. Gewoon achter de. Hier. Hier, vol in beeld. Hatsikidee. Daar ja. Nee, is naar achter. Ja, daar. Van een vriend van ja. mij voor mijn verjaardag geven. Dat is erg grappig. Top. Heb ik dus ook niet. Heb... Ik heb ook geen schilderij. Heb ik ook niet. Ik heb ook geen, uh, geen Pokémon kaart van Jacco. Heb ik. No, die heb ik ook nee. niet. Dat zou mijn enige schilderij zijn. Ik heb ook schilderij. Ik heb die. Die heeft de, de ex van Mon nog gemaakt. Dat was heel grappig. Maar die heb ik nooit weggehaald. Omdat het een hele mooie Pikachu is. Nou, maar ook een pijnlijke herinnering. Ja, ik vroeg Mol. nog aan Mon. Moet ik hem weghalen? Hij zei nee. Is goed, laat maar. <laughs> Is dat een Pikachu? Nee, ja, daarachter. De deze. Oh, niet. De ik wou dit het is, uh, oh, ik dacht, jij wijst gewoon fout. fout. Want dat <laughs> ja. is wat ik altijd doe op ja. camera's. Als ik zeg: Hier, kijk, het raam. Links is rechts, onders, boven. <laughs> Je ja, het, het, het raam. Te zien. <laughs> ja, ja. Nee, ja oké, okay, dat snap ik. Top. We ja. Hebben ja. stomen door met onze hoogtepunten Pff. voordat we ons heel interieur gaan uh, aanwijzen. Jakob. Nou ja, ik heb mijn verjaardag gevierd. Dat was denk ik mijn hoogtepunt. Ik heb veel leuke dingen gekregen. Ja, thanks. Ik heb, ik heb ook een bonsaiboom gekregen, een echte. Maar zoals je hm? ziet heb ik nog geen zaadje geplant. Er zit een, uh, is een soort uh, starter kit met uh, ja, zo'n zo uh, klein schaartje weet je wel, om hem bij te knippen. Hm? En uh, potjes. En het schijnt dus heel lastig te zijn. En, uh, ja, ik ben al niet zo goed met planten. Dus ik heb wel uh, mijn broertje ingeschakeld die daar beter in is om hem, uh, om hem te verzorgen. Dus hij mag voor jou bonsaiboom gaan zorgen. Uh, ja, ja, ik heb ook de <laughs> deze plant hier. Die doet het wel goed. Maar hij heeft wel een hoop te verduren gekregen. Want ik vergeet hem wel eens water te geven. Of um, ja, hij staat vol in de zon. Ik weet ook niet of hij dat leuk vindt. Dus, Hoe uh... moet het dan gaan nee, Als je uh... kinderen krijgt, Jacco. Ja, nou ja, weet ik niet. Ja, die vraagt er wel om. Maak je maar geen zorgen. Ja, dat Zullen we is waar. er de hele dag om eten. Ja, maar ik heb veel leuke dingen gekregen. Man, ook deze nog. Deze wil ik nog even laten zien. De art van God of War Ragnarok. Um, want ik vond die van uh, de vorige God of War ook heel mooi. En hiervan is de art ook weer insane. En um, wat ik vaak doe, is ik blader eerst een beetje doorheen. En dan ga ik echt gewoon van begin tot eind lezen. En dan leer je ook heel veel over de gedachten achter de game. Van oh, we hebben de deze kleuren gebruikt of dit ligt zo. Want deze elfenwereld zit zo in elkaar. Uh, dus dat is heel cool. Nice. Leuk. Ja. Klinkt goed. Ron. Um, ik heb een cool hoogtepunt. Maar het moet een beetje komen nog. Uh, twee leden van vanavond speelt PSV. Jongens, get fucking hyped. Ja. Girona, thuis. Oké, okay, dat is één. Maar twee. Ik hoop dat dit goed verjaagt trouwens. Zo je ziet is mijn vijf 5-0. <laughs> twee. Dit is leuk. Ja, ik ben ja. er klaar voor. Ik heb, een, uh, ik heb twee. Zoals jullie weten, ik ben uh, groot From Software fan. Ik moet zeggen, vooral van de Core. En toen een beetje... Door uh, Dark Souls in Sekiro gerold en via Sekiro in Elden Ring. En zo ook in, de, in, de andere, in het moderne From Software, zeg maar. Um, en ik ben echt verliefd geworden op Elden Ring. En met name ook, dit is eigenlijk de eerste game waarin ik echt heel erg in de soundtracks ben gedoken. en zo. Ik ken heel veel game soundtracks en zo. En uh, dit was echt de eerste keer dat ik echt dacht van... ...oh ja, dit zet ik op tijdens sporten en shit gewoon. Dat ik echt dacht, oh ja. Dat heb ik, ik, er zijn heel veel sounders die ik luisteren waarderen en zo... ...maar dit was de eerste die echt bij me aansloeg. En ik zat laatst op Reddit te kijken en zo... ...en toen poste iemand zo'n uh, plaatje van... ...ja, ik uh, ga naar Elden Ring in concert. Oh. En iedereen reageerde daaronder zo... ...Elden Ring in concert, fuck is dat? En toen ging ik kijken en toen was het ergens in Thailand. Hm. En toen dacht ik, ah oh, shit joh, in Thailand. Fucked up. En toen keek ik op de website en wat blijkt nou? Het is dus gewoon over de grens in Duitsland. Is uh, Elden Ring in concert? Wow, de ziek, enige man. in Europa. Wat cool. Dus uh, ja, nee, precies. Dus uh, wij konden nog tickets kopen. 100 euro per stuk. En ik heb meteen de hele vriendengroep gezegd... ...jongens, we fucking moeten hierheen. Onze vriendengroep, uh, onze WhatsApp groep... ...heette uh, Elden Lords Anonymous. En uh, ja, wij zijn allemaal fan. Dus uh, we gaan nu met z'n allemaal, we gaan allemaal naar, ik weet eigenlijk niet waar het is. Ik weet niet waar in Duitsland het is, maar het is net over de grens Dus uh, ja, ziekelijk hyped. Vet man. En alles meezingen. Uh, het is wel pas... Ja joh, zeker. De, 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 de. Ja precies, ja. Ja, door al die pilsjes heen dat die Duitsers. Zo. Ja, maar ik heb er wel zin in ik uh, dat is wel uh, ja, hyped En dan kom ik nog eens een keer uh, ergens anders. Ja, kom dan kom een keer dan, buiten uh, ook. Ja, ja. ja, dan verlaat ik de Eldon Loft <laughs> van meer Eldon. Uh, waar Elden is in. het? Sorry, wanneer is uh, het? Ja, wanneer, is het? Oh, wanneer? Het is uh, volgend jaar in januari. Oh, oké. Okay, dus uh, het is, uh, is halverwege januari ergens. Alleen vraag me niet precies waar het in Duitsland is. ben het even kwijt. Duitsland. Een soort van Texel. Niet zo groot. Hoe groot kan het nou zijn? Precies. Precies. Rikt dus op de ja, fiets je bent, eigenlijk ja. in zijn Leipzig? <laughs> weet ik nog, dat, dat dacht ik eerst altijd. O, Leipzig Games gevechtjes. net over de grens, ja, toch? Ja, achter rijden. Ja, ja kun je eens in de Rusland rijden. Oh, ja. Ik ben eens dus een keer ja, op één dag waar. heen en weer naar Berlijn geweest. <laughs> dat is ook een ding. Met een wow, auto. Trouwens, wat? Met een auto, ja? Heen en weer naar Berlijn. Ja, dat oh. was een heel slecht idee. was voor een item van Inside Gamer. Ik weet dat ik... Ik kwam terug van vakantie. va <laughs> was. je kent hem wel, de regisseur, die belde mij... Hé, hey, ik heb een goed idee. We gaan naar Berlijn. Ik zei: Oké, okay, let's go. Ja, we gaan met de auto. Ik zei: Oké, okay, prima, let's go. Ik had geen idee. Uh, ik, ik weet nog, ik kwam met Curaçao, ik ging de een Jet jetlag. Ik zei: Oké, okay, prima, let's go. Had hij dus, we gingen met z'n vieren die kant op. Oh, dat is geweldig. Dit verhaal heb je ook al vijf keer verteld. Ja, maar goed, maar ja, ja, verder? Maar ja, ja, ja. De Eerste kleine Kia Picanto. Met z'n vieren in dat kleine klote autootje gepropt. Helemaal naar fucking Berlijn kwamen we eraan. Hij, we gingen naar een of andere horrorgebouw. Uh, spookhuis toch? Spook, spookhuis, <laughs> Stuk TV. Had daar gefilmd. Het was daar episch. Het was daar fantastisch. Hij had alles geregeld. Zei hij daar. Kwamen eraan. Niks geregeld. Ja, jongens. We moeten wel een beetje stil door deze tuin heen kruipen. En dan oppassen voor dat huisje waar dat licht in staat. Daar zit de, de beheerder van dit pand. Dus wij onder het raam door kruipen. naar de pand. Alles was dichtgetimmerd nadat Stuk TV er was geweest. Dus we konden alleen maar in de kelder fantastische opnames ja. gemaakt. En daarom ineens één streek weer <laughs> terug naar Amsterdam in het kleine P Kia Picantotje. We zijn wel uh, ja. Kun uh, je ja. beter een foteltje boeken natuurlijk. Had, had dat, beter uh, kunnen, maar we zijn wel nader tot elkaar gekomen. Was een uh, <laughs> ja, iets wat we nooit meer vergeten. Ja, goed. Ja, dat is ook mooi. Cool. Is leuk. Ja. dat is zeker waar. Maar een mooi hoogpunt, Ron. Yes. Ja. Uh, ik, heb, uh, ik heb iets anders qua hoogtepunt. Dat had ik denk ik vanochtend. Het was gewoon een werkafspraak en dat klinkt heel saai, maar ik, uh, het was wel heel vet. Ik was namelijk op bezoek bij de, bij de, bij de, bij de heren van uh, Baller en 433. En Baller is een kledingmerk en 433 dat is een, uh, een voetbalplatform. Uh, dat is internationaal en die gasten zijn huge. 75 ja, miljoen volgers op Instagram. Grotjes. Ze hebben ook een Nederlands kanaal, ook 2,1 miljoen volgers. En wat ze doen is eigenlijk wat wij doen over videogames alleen en over de wereld van het voetbal. En uh, via via kennen we die guys een beetje. Dus ik dacht, nou, dan moet, dan moet ik een keer met die, uh, met die jongens even afspreken. Kijken of we misschien wat samen kunnen optuigen. En dat is dan, werkt dan zo inspirerend als je dan in een andere omgeving bent met, met, met mensen die echt keihard aan het vlammen zijn. Het, uh, voor mij was dat het, het, het werkt altijd heel erg inspirerend. Kijk, ik alweer ideeën van, van. We kunnen dit doen, we kunnen dat doen, we kunnen dit doen. En zij dachten er een beetje hetzelfde over. Dus ik denk dat we. Ik hoop dat we samen iets vets kunnen doen. Het zal wel heel vet nice. zijn. Ja. Hun zijn wel echt beyond, idioot groot ja. op uh, platformen. dat slaat echt. echt maar uh, ook gewoon hoe zij dat dan aanpakken en uh, hoe serieus ze dat nemen. Het is, uh, weet je, als je er zo gewoon. Plat naar kijkt van oh, gewoon een instagram paginaatje maar het is huge, weet je, de, de, die grote voetballers die die reposten hun shit, zoals Haaland en, en Mbappé. en die ja, ze insane bereik en ze doen niet alleen Instagram, maar ze doen natuurlijk ook TikTok, YouTube, uh, zo eigen eigen website, en dat soort dingen dat is wel heel heel vet om dat te zien. Dus uh, dat, ja. dat was voor mij persoonlijk wel een hoogtepuntje om daar gewoon even een kijkje in de keuken te mogen nemen en even uh, die mensen te mogen spreken, moet kennis uitwisselen. En dus nog gewoon veel overlap met wat wij doen en wat, uh, wat hun doen. Dus gewoon, uh, ja, media maken, maar wij over videogames en zij over voetbal. Natuurlijk zijn ze wel stukken groter, dat scheelt wel, maar... Uh. Nou, ja. Wel vet hoor, ik vond het heel vet. Nice, ja. Ja, heel cool. Ja, cool. Heel hard. Goed, uh, waar, welk spelletje gaan we beginnen? Ik wil wel, als, als, als het te lang stil blijft. Doe het. Anders. Ik heb Metaforge Fantasio gespeeld. Opnieuw. O, opnieuw. Die game is insane. Je bent verder gegaan? Niet voor de tweede keer, maar ik ben verder gegaan naar Black Ops Call of Duty. Call of Duty ja, die Black had of je vast en zeker. Die had, je ge ja, die had je gereviewd, die heb je daarna weer aan de kant gelegd en ben je weer verder gegaan met metafoor. Ja. ja, die game is echt zo fucking goed. Ik weet dat ik vorige keer zei, ja hij is wel goed, maar ik weet niet hoe goed hij is. Of zoiets. In ieder geval, ik weet dat jij zei van: heel veel mensen noemen het de beste RPG ooit. En ik zei: nou, zo of Ik snap het wel. Ik zou heel erg zijn. Het is in ieder geval wel een RPG die mij echt op dit moment, zeg maar, zo erg grijpt. Wat die game met thema's doet. En politieke thema's, maatschappelijk zeg maar, geopolitieke thema's. Gewoon over geloof, over de invloed van de kerk en zo. Het is zo'n diepgaand spel dat zo. Mooi, zulke onderwerpen aankaart zonder zeg maar dat heel cynisch te doen, maar juist op een hoopvolle manier. Yeah. Dat je echt zo'n beetje hoop vindt in wat wij zijn als mens en als maatschappij. En dat het niet te cynisch wordt erover, maar dat je juist het zien van hé, hey, het is eigenlijk best wel fucking cool, weet je wel, wat wij hebben samen. En dan is er nog een laag op die game die ik niet echt kan spoilen of uit kan leggen. Maar deze game, halverwege, doet iets heel erg fucking wilds. Wat, je, wat, ...wat niemand die het over deze game heeft het over kan hebben. En ik tweette dat ook van... ...wat ik net heb meegemaakt was zo insane. En toen kreeg ik een stuk van twee uur... ...met echt gewoon de meest zieke anime-ass openbaringen. En um, nu zit ik echt op zo'n vibe met die game... ...dat ik gewoon niet kan wachten om gewoon naar huis te gaan... ...en te kijken hoe dat verhaal verder gaat. Omdat er zoveel open eindjes zijn die nog ingelost kunnen gaan worden en beloven om ingelost te worden. En ik moet zeggen, ik kijk, de combat en zo en de stijl en de muziek, het is allemaal goed. Maar wat die game mij, hoe die game mij grijpt met zijn thema, zijn verhaal, dat is wel echt next level shit gewoon. Dat is echt extreem goed. En ik zou zeggen, ja. er zijn heel veel um, JRPGs uitgekomen in dit jaar. Er komen er ook nog een paar aan. Uh, in ieder geval één. De Dragon Quest uh, III Remake. HD2D, maar deze is tijd wel. Ik zou, de, ik, weet je, ik hou van uh, Infinite, ik hou van Infinite Wealth. Dat is een van mijn favoriete RPG's. En ik had niet verwacht dat ik dat zou zeggen. Maar dit jaar deze met de Fantasio. Ik weet niet welke ik beter vind. En ik ben over de moon met dit spel. Het is fucking goed. Nou, je bent niet de enige Ron. Ik, uh, ik ben bezig met de met de lijstjes van uh, Gejofke. En dus ik heb uh, ja. alle, alle meningen verzameld van. Uh, van alle redacteuren. En ik zag deze titel echt veelvoudig voorbij komen. Allemaal verschillende categorieën. Dus. Ik denk dat hij wel hoge ogen gaat gooien. in de eindejaarslijstjes. Ja, ik denk het ook. Het kutte aan dit. of niet kutte, dat is een slechte manier om dit te verwoorden. Het jammere aan deze game is dat heel weinig mensen. Uh, de tijd hebben om te spelen. Yeah. Ja. Dat is namelijk aan het, richting het einde van het jaar, in dit soort goti-situaties en discussies, is het gewoon heel moeilijk om tegen een redacteur te zeggen: hé, hey, of een collega of bij een game website of zo. van hé, hey, duik er eens een keer in, misschien vind je het wel gruwelijk. Want je duikt er niet een keer in. Dit is gewoon een tweede baan een maand lang, weet je wel. Ja, ja ik, ik, um, ik had ook wat uren vrij om eindelijk even wat games te spelen. En ik dacht ook van, wat ga ik spelen? Call of Duty was uit, Life is Strange was uit. Ik zat nog in Mario en Luigi. Dragon Age kwam uit. En ik had ook dus Metaphor geïnstalleerd. Maar ja, op het moment dat je Metaphor gaat spelen... ja, dan kun je al die andere games kun je wel vergeten. Want ja, dit, dit, hij duurt iets van 70 uur of zo. En dat ja. is zo intimiderend. Terwijl ik weet dat als ik eenmaal hoek ben aan, aan dit soort games... Dat, dat, dat ik het dan ook heel vet vind. Um, maar het is niet echt een shortcut of zo, dus niet. Nee, nee. Wat? Deze game duurt 70 uur op. Dat is gewoon een feit. Ja. Maar ja. hoe is het tempo van deze game? Ja, kijk, op zich, het ritme lijkt op dat van Persona. En het tempo zou ik omschrijven als gemiddeld voor een JRPG. Okay. Het is niet een supersnel gepaste JRPG. Er zitten segmenten in. Voltersaai, lekker hoe bepaalde aspecten van de gameplay werken, daar nemen ze echt hun tijd voor. Ja. Yeah. Daar proberen ze te verweven in de lore. En dan is het best wel een beetje wollig geschreven af en toe. Maar kijk, wat ze altijd doen, of wat deze game in ieder geval goed doet, is dat... je groeit erin dankzij de personages die zijn super goed geschreven, super interessant. Dan blijf je hangen vanwege de wat verhaalende dingen en dan om het naar... Nou, de komende tientallen uren interessant te houden. Droppen ze langzaamaan een beetje van die dingetjes waarvan ik denk, hè, wat de fuck is dat opeens? Dat kan eigenlijk toch helemaal niet. En ja, dan rollen ze dat langzaamaan uit en zo rol je eigenlijk in zo'n verhaal waarin je aanvankelijk struikelt over, oh, en wat doet de kerk dan? Uh, dat zijn aanvankelijke vraagstukken. Na dan ga je hele andere vragen stellen die eigenlijk veel meer to the core van het verhaal komen. Ja, oké. Okay. Maar het is wel te begrijpen allemaal. Want ik speel nu dus Jawel. Dragon Age. Ik ben nooit echt into Dragon Age geweest. En het is echt zo de meest, de meest fancy... Heel erg fancy taal. De, de ene volk na nou, de andere kingdom, na nou, deze religie, komt voorbij. En soms ben ik echt even... Pff, ik snap hier helemaal niks van. Maar Metafor is gewoon een redelijk... Het is redelijk te volgen, als ja, ik het hoor. Ja, nou ja ik bedoel, Metafor struikel ook metafoor werpt termen van volkeren. En je gaat in die game ook de uh, Sanctus Church en allemaal dat soort termen ja, horen. Soort ja, okay. Dus okay. Ik, ik, kijk, ik durf niet te zeggen dat dat uh, heel veel anders is dan een Dragon Age. Yeah. Uh, maar er is een, dit is geen uh, uh, Refantagio 2 of zo. Dit is wel okay. gewoon het eerste deel. Dus uh, jij moet de lore leren terwijl iedereen het moet leren, zeg maar. Het ja. is niet zo dat je voorkennis kunt hebben. Er is een demo van zes uur, overigens. Dus, uh, en Progress neem je mee vanuit de demo naar de full game. Maar ten zeerste aanbevolen. Fucking goede game. Hm. Echt, super vette game. Oké. Okay. Mag ik jullie ja, trouwens ja. nog even feliciteren? Dankjewel. Ja. Waarmee? Ja. Met de PS5 uh, Launch Day. PS5 Pro Launch Day. Oh, dat is vandaag okay. natuurlijk. Dat is vandaag. Ja. En? Dankjewel. Hebben jullie allemaal 800 euro uh, uit de mouw geschud? Nee. Nee? nee. nee. Dankjewel. Het nee. komt wel als GTA 6 uitkomt, denk ik. Ja. Mooi bundeltje. Of is... Ja. Of ja, we moeten maar net zien hoe het er dan bij staat als, uh, als die game uitkomt. Misschien dat, uh, dat er dan wel weer bijna een nieuwe Xbox is die nog krachtiger is of zo. Maar ja, het, het ding is dat we hem dus nog niet hebben getest. Um, dat is een beetje onhandig. Maar waarschijnlijk als jullie dit nu luisteren of kijken... zijn we druk bezig met uh, de PS5 Pro testen, dingen capturen. Ik heb vandaag ook al wat beelden gecaptured... van een aantal PS5-games die we dan kunnen vergelijken. Um, wat in sommige gevallen echt een pain in the ass is, kan ik zeggen. Want sommige games kun je helemaal niet even makkelijk een chapter selecten... of even naar een goed stukje open wereld... waarin je dingen kan vergelijken, bijvoorbeeld uh, Final Fantasy. Um, maar ik ben wel benieuwd. Ik wilde wel gewoon zien in real time. En ik snap de appeal van je hoeft niet meer te kiezen tussen performance en fidelity. Um, maar ja, het blijft veel geld. Ja, dat. Ik heb er ja. ook zoiets ja. van. Ja, yeah. I don't know. Eerst zien, dan geloven. Was echt, uh, maar de, bij, bij de PS4 Pro had ik hetzelfde gedaan, zeg maar. Ik had er gewoon een basis PS4. Kom de PS4 Pro uit. Allemaal mensen heel enthousiast de ding kopen. En ik had zoiets van. Nee, yeah, I don't know. Ik weet niet echt of ik het nodig heb. En het verschil daar was, voor, naar mijn idee, groter. Want dan kon je echt naar 4K-gaming ook. En die jump, die heb je natuurlijk nu niet echt. Ja, het hangt er ook heel erg vanaf hoe goed die upscaling AI is. Is dat vergelijkbaar? Of komt het in de buurt van DLSS? Op dit moment gebruikt uh, uh, de PlayStation 5 gebruikt FSR. Dat is een techniek van AMD. Maar dat komt echt in de verste verte. Niet in de buurt van DLSS. En als die nieuwe technologie die Sony uh, ook zeg maar een beetje in de hardware heeft geïntegreerd, als die zeg maar, ja, ik ga niet zeggen vergelijkbaar is met DLSS, want kijk hoeveel Nvidia waard is vanwege dit soort technologieën. Yeah. Als het zeg maar een beetje goed is, en veel be veel be als het veel beter is dan FSR, dan, dan kunnen we een discussie houden over of deze console... Uh, hoe, hoeveel geld die waard is, zeg maar. Ja. ik vind het nu heel moeilijk, want we weten dat soort dingen niet. En wat ik ook heel moeilijk vind, is... Hij kost eigenlijk geen 800 euro natuurlijk... want er zit geen disk drive bij. Er zit niet eens een standaard bij. Ik heb zoiets van, noem je zo'n console de Pro? Dat is zeg maar je premium PlayStation. Die liggen yeah. daar naast elkaar in de mediamarkt. En dan zit er geen disk drive bij? Ik heb wel het idee dat ze een uh, heel veel... dat ze echt marge pakken. En ik denk ook dat dat komt, ook omdat Xbox is weggevallen. Ik denk wel dat dit een beetje het resultaat ervan is dat ze gewoon hè, die tijden dat de PlayStation heel veel verlies probeerde te leiden en je zo met software en microtransactions toch wel uh, aan, de, aan het verhalen kreeg op de schade die ze met de hardware leiden. Die, uh, die dagen zijn volgens mij wel een beetje voorbij. Vraag me ook heel erg af hoe duur de PlayStation 5, uh, 6 ze gaat worden. Dat kan wel eens, uh, ja, dit kan wel eens een uh, precedent zijn, hoor. Dat denk ik ook. Ik denk niet zo duur, maar wel uh, een stuk duurder dan de PS5 was bij introductie. Maar ik heb net wel wat beelden gekeken. En dat is dus al iemand op YouTube die wat games met een patch op een pro had draaien en wat dingen had gecaptured. Um, en je hebt wel een aantal van die games gehad afgelopen jaren. Uh, bijvoorbeeld dit jaar Dragon's Dogma 2, die dan um, of max 30 fps had. Ik weet niet meer of dat het geval was. Uh, of... In Ieder geval totaal niet liep op 60 fps en dat, dat zag er wel nee, heel erg uit. Het maar was inderdaad uh, liep niet goed 30 fps, maar liep niet goed. Nee, ja, ik, ik, ik zag beelden uh, 4K 60 fps, dat zag er gewoon goed uit en dat is wel uh, gewoon een, een extra stap die je dan hebt. Maar um, dat, dat is denk ik een handjevol games en dan moet je voor jezelf kijken of dat het waard is. Um, we moeten bijvoorbeeld ook maar zien hoe een Elden Ring gaat draaien. Um, ik, ik denk niet dat heel veel van de Sony-games... Ze gaan er mooier uitzien, maar die waren al best wel vaak heel strak of zo. Bijvoorbeeld een Spider-Man 2, dat was al een hele mooie game. Die gaat nu... Ja, de raytracing gaat aanstaan. En ik vraag me af of, of, de, of het verschil zo ga, groot gaat worden dat je het ook direct gaat zien. Um, ik zat net die intro te spelen van Spider-Man op performance mode in 4K. Zag er waanzinnig uit. Um, maar het is niet zeg maar dat verschil van. Oh, ik ga nu een game die eerst op 30 fps draaide. op 60 fps spelen. Zoals een Dragon's Dogma. Dus het gaat ook heel erg per titel verschillen, denk ik. Ja, het ligt eraan of ontwikkelaars. ontwikkelaars ondersteuning gaan leveren. voor de PlayStation 5 Pro. Dat ook. Trekken ja. zij, maken zij geld vrij. Zeg maar een paar ontwikkelaars te zetten op een. laat maar op 60 fps runnen, weet je wel. Er zijn natuurlijk een boel games die helemaal niet meer in de side guys leven. en waarvan het helemaal geen waarschijnlijk weinig, weinig het een developer of uitgever oplevert... om die echt nog heel uh, nadrukkelijk naar 60 fps te tillen. Kijk, yeah. dit soort games zijn, om dat uit te leggen... dit soort games zijn op console-level gelokt op 30 fps. Snap je? Dus bijvoorbeeld Harry Potter, die uh, Harry Potter-zwijnstein-game... Mm -hmm. die is zeg maar 30 fps, omdat die ontwikkelaar heeft gezegd... we lokken hem op 30 fps. Het, kan, het is niet zo dat als je die game op een PlayStation Pro speelt... Dat die dan opeens 60 is. Nee, precies. Nee, want die ja. game is gewoon gedraaid, die is gewoon gelokt op 30 FPS. Dus een ontwikkelaar moet daar dan weer moeite in steken om te unlocken... Die frame rate. Dat is niet iets wat Sony kan doen. Nee. Precies. Um, dus ja, je bent altijd afhankelijk van ontwikkelaars en uitgevers. Ik uh, denk ik dat er boel zijn die daar wel de moeite in willen steken, maar niet allemaal waarschijnlijk. Dus ja, dat is allemaal een beetje afwachten. Net zoals met de Steam Deck, weet je wel. Wie gaat allemaal die Linus, uh, Linux uh, software ondersteunen. En zichzelf laten registreren. Uiteindelijk blijkt dan best wel veel. Dan komt het uiteindelijk wel goed. All Nice. Yep. Nou ja. We gaan er dus mee aan de slag uh, vanaf vandaag. Dus uh, verwacht de komende dagen. van ons uh, meer over de PS5 Pro. En uh, ik verwacht volgende week wel ergens een review. of je er ook echt 800 euro voor uit je portemonnee moet trekken. Dus uh, twijfel je nog, wacht er even op. Uh, Jacco, jij bent bezig met A Dragon Age. Ja. Yeah. Nou, zoals ik zei, ik ben niet echt een Dragon Age persoon, maar ik was al heel, veel, heel lang benieuwd naar uh, Dragon Age Inquisition. Nou, dat is alweer bijna tien jaar geleden, uh, want toen kwam vlak daarna The Witcher 3 uit en toen had ik eigenlijk weinig drang om die game weer te gaan spelen. Um, maar met de Veilguard, uh, ja, ik weet niet, ik was wel geïnteresseerd. Het zag er heel vet uit, uh, iets meer richting uh, uh, een actiegame, actie-RPG dan een pure roleplaying game Um, en ja, als je deze game speelt, voelt het wat mij betreft ook heel erg als een actiegame. It, it, het de combat. En de manier waarop je ja, beweegt, sprint en uh, op dingen klimt. En kistjes opent. Dat voelt heel erg als God of War of zo. Ik denk, ik denk dat ze dat ook wel met enige opzet hebben gedaan. Dat natuurlijk dat is een wat gangbaardere manier van spelen. Um, maar op zich, ik, ik vind het wel heel vet. Het is echt. Um, ik, ik heb gemist hoe goed BioWare is in het schrijven van personages. en uh, interactie met hen hebben, zeg maar. Uh, dat. Uh, de, de Mass Effect trilogie is nog altijd een van mijn favoriete trilogieën. En vooral in Mass Effect 2 heb je natuurlijk dat hele. Die hele opbouw naar die heist waarin je mensen verzamelt op je ruimteschip en je praat met ze. En dan ga je op missies en dan leer je over de vader van Jacob of uh, uh, over de andere dingen waar die, waar die personages mee zitten. Um, en dat heeft deze game ook een klein beetje. En dat, dat vind ik tot nu toe wel heel vet gedaan. Je um, werkt vanuit, vanuit een soort lighthouse, dat is je base of operations. Die heeft allemaal verschillende kamers en je ontdekt ook steeds meer verborgen gedeelte daarin. Um, maar vanuit daar ja, maak je vooral kennis met de personages die je verzamelt. Um, uh, waarmee je dus ook weer je party samen kan stellen. En dat vind ik op zich tot nu toe heel goed in deze game. Ik moet wel zeggen dat het overkoepelende verhaal me nog niet helemaal heeft gegrepen. Ik ben ook nog niet super ver. Ik hoor dat richting een uur of tien dat het dan wel echt oppikt of zo. Maar. Ja, het is nu nog heel erg veel wat ik zei. Oh, de goden, zijn ontsnapt. Ze heten zo en zo. En dat herhalen ze ook best wel vaak, zodat, je ze, zodat ze zeker weten dat je in ieder geval weet wat die namen zijn. Um, maar ja, het is, het is nog een, best wel een onderdompeling in de wereld van Dragon Age. En ik heb geprobeerd samenvattingen te, te kijken en te lezen van de vorige games. Maar dat is echt niet te doen als je daar niet in zit. Tans, ik weet niet of jullie een beetje in die lore zitten, maar ik vond het best wel lastig om uh, dat allemaal te begrijpen. Maar in principe, de basics worden wel redelijk uitgelegd en je hebt af en toe een codex. En dat is best wel leuk geschreven, gewoon korte stukjes over, hé, hey, dit moet je over weten. Um, dus ik ben al langzaam in aan het komen en ik zie dit wel een van mijn favoriete games van het jaar worden. Oké. Okay. We hadden natuurlijk aardig wat gedoe met, met codes rondom Dragon Age. We waren niet de enige. Ja. Yeah. Was, uh, want wat was de deal nou precies mensen die bij de preview sessie waren tijdens Summer Game Fest dus het feest wat yeah. in LA was die kregen wel een vroege review code en de rest niet nee en wij wij ja, wij natuurlijk vragen van hey komen de codes er al aan ja ze komen op drie dagen voor release, op maandag. En wij zeiden, oh, oké, okay, waarom dan? Ja, iets met een review uh, preview-sessie, inderdaad. En toen kwamen ze maar niet. Toen verliep het review-embargo en toen kregen we ze op release. Dus uh, vandaar dat de review er nog niet is. Voor Pu is Ali aan de slag. Dus maar, maar het is toch raar? Die game is huge, die is gigantisch. Waarom houden ze codes bij ons weg? Terwijl, als ik het zo een beetje zie, is die game... Dit is, is gewoon goed. Ik weet het niet. Ja, er wa waren een hoop conspiracy theories over dat, dat kritische media geen code kregen. Ik Denk niet dat dat helemaal waar is, maar. Nee, ja. Het is wel een overduidelijk objectief om maar. Ja, ja. Dan moet je alle previews gaan checken en kijken of ze positief of negatief waren. Volgens mij was iedereen ook wel redelijk positief en het is best wel logisch dat ja. Dat er ook uh, kritische previews bij zitten. Maar ik weet niet waarom. Ja, ik heb geen idee. Het gebeurt wel eens. We hebben dit ook wel eens met Battlefield of zo gehad. Uh, nu is dat wel ja. een ander soort game. Want dan wacht je ook tot de servers live gaan. Uh, ik, ja, ik heb niet echt een goede reden. Ik denk dat. Uh, maar jij hoeft ook dat... geen reden te hebben. Ik vind het gewoon gek. Dat, ja, en Het gebeurt. Het is ja, het ja, je sowieso ook. Kut. Geen reden ja. het is niet aan ons om daar een mening over te vormen. Wij verwachten, kijk je kunt aan de ene kant, wij zijn niet entitled om ieder review exemplaar een week van tevoren te krijgen of zo. Dat is niet wat wij vinden denk ik. Nee, alleen het is gewoon een hele rare situatie als je een game hebt die zeer waarschijnlijk heel veel geld heeft gekost en dan wegzet bij een paar media met als reden dat er een event is geweest en zij waren erbij. Ja. Vind ik ook gek. Ja, ik, ik weet niet. Zeker, weet je, er werd bij voor en tijdens launch een hoop over die game geroepen. En uh, ja, dan, dan kun je alleen maar toekijken zonder dat je zelf echt nog een, uh, een review hebt waar je naar kan verwijzen van: hé, hey, dit is wat wij ervan vinden. Uh, zo zit het volgens ons. Dus um, I don't know. Ik denk op dat soort momenten zijn reviews dan niet meer boeiend. Maar juist bij dit soort games komen mensen toch wel. Volgens uh, mij was heel ons. veel... De, deze game werd heel enthousiast gepreviewd. Um, met goede reden blijkbaar. Gemiddeld een op 82 op OpenCritic, 83 op Metacritic. game valt zeker goed. Volgens mij bij een breed bij een publiek ook. Um, ik, zie niet echt, uh, ik zag niet heel veel uh, alarmbellen voordat die game uitkwam. Nee. Nou, nou moet ik wel zeggen, die reviews van deze game gingen echt alle kanten op. Wel. Zeker, ja. ja. Um, Sommige, sommige gingen... De Kijk, over heel de tendens is uh, positief. Maar de minpunten, de ene game, ik las een review, die zei, nou, nah, de gameplay is echt oud. Dan als ik andere review, die zei, nou, nah, de gameplay is echt fantastisch. Het is echt uh, zo soepeltjes. Dus een heel, ja, niet zozeer polariserend spectrum aan meningen over aspecten van die game, maar gewoon mega breed. Yeah. Uh, waardoor ik heel erg in de war was na die hele review cycle. en ik stond zelf van ik weet nog steeds niet wat mij het <laughs> is en toen uh, ging ik uh, wat spreken met mensen waar ik dan zeg maar gewoon weet van uh, ik hecht waarde aan jullie mening over dit soort shit en uh, ben ik inmiddels denk ik wel een beetje overtuigd um, ja dat wel uh, weet je wat ik wel heb en dat is iets wat ik gewoon iets in mij hoopte mm -hmm. dat we uh, een beetje weer die, die Mass Effect Magic of zo terug zouden krijgen van deze studio. Ja. Yeah. En misschien is dat een uh, Tal Ask. Dat snap ik volledig dat dat uh, hoog gegrepen is. Maar ik dacht na die previews, dacht ik, dacht, ah. Wie weet. Wie weet, is dit het. Maar als je kijkt naar wat, het, wat die game volgens mij doet, is het alsnog gewoon een hele, hele goede game. En goed nieuws voor dat team. Wat uh, toch wel aardig wat uh, klappen van de zweep achter de rug heeft. Ja. Yep. Yeah. Uh, ik las uh, afgelopen week iemand die zei. Um, op zich goed was onder jullie podcast rond Erik. Op zich goed is niet genoeg voor een Dragon Age game. En ik snap wel dat als je deze serie al zo lang volgt, dat dat, dat wel eens zo'n zo een beetje kan voelen of zo. De... Hoezo? Hoezo niet? We hebben Dragon Age 2 gehad, die is denk ik volgens objectieve maatstaven veel slechter dan deze. Dat is wel waar. Ja, ja, ja. ja het is meer zo is dat... gewoon niet goed, niet goed genoeg. Dat ben ik niet meer. Nee, maar ik snap ik snap het als... als je fan van bent? Ja, maar ik dat... vind niet dat Dragon Age een serie is waarover je dat kan zeggen. Je kan het zeggen van Grand Theft Auto, je kan het zeggen van Metal Gear Solid. Maar je kan het niet zeggen van Dragon Age, waarvan er drie game dan van één kut was. Vond ik? Ja, ja oké, okay, dat is ook wel zo. Het is, het is voor, als ik het zo hoor van mensen best wel een. Het wijkt redelijk af van uh, wat, wat Dragon Age was qua, qua vibe, qua combat. Oké, okay, daar gaan we, Jacco. We gaan nu de drie Dragon Ages uit elkaar trekken. De eerste, ja. klassieke CRPG. rpg De ja. tweede, hele rare rpg action toast. De derde, open wereld. Open wereld slash MMO, bijna. Ja. Die shit was bijna een MMO, alleen dan offline. Ja. Dat zijn drie volledig volstrekt andere games. Ja, waarom zou is... deel 4 ook niet anders kunnen zijn? Fair, ja. Ik probeer alleen te begrijpen waarom sommige fans van deze serie zo... Uh... Zo teleurgesteld zijn in deze game. De, het vet lees... aan Dragon Age is juist dat het zich zo ontwikkeld heeft. Dat het, dat het ieder deel was anders. God weet wat, deel 5 een CRPG. Weten wij veel. Er is ja. geen pijl te trekken tot nu toe. Ja, dan ben ik het wel maar dat, dat soort aspecten ook altijd een beetje taai van. Want dan wordt zeg maar de tendens ja, dit is geen echte Dragon Age. Terwijl het echte Dragon Age ieder deel toe anders is geweest tot nu toe. Fair, ja. En je hebt, je hebt wel dat. Uh, 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 de kern is wat mij betreft nog wel die companions. De, de party die je samenstelt. Ja. Dus ze hebben nu ook best wel wat dat klopt. Uh, chemie met bepaalde combos die je kan maken. Je kan ze nog aansturen. Welke, welke aanvallen, abilities en zo ze doen. Uh, dus dat zit er nog ja. allemaal in. En dat, dat vind ik nog steeds erg goed. Daar heb je volledig gelijk in. Dat is ook gewoon DNA van BioWare, toch? Ja. En uh, als je dat nog terugziet in een game als Age. Ze hebben het volgens mij goed gedaan. Maar goed, ik heb hem niet gespeeld. Dus, uh. Alright. Nou, voordat we nog even gaan babbelen over uh, Black Ops 6. Wil ik jullie nog even uh, dit ding laten zien. Of jullie kennen hem wel. Maar voor onze luisteraars en kijkers. Dit ding. Oh. He, de, hier hebben we het nog niet over gehad, toch? Dit is uh, nee. Nee. de Alarmo. Voor de luisteraars. Dit is de wekker van Nintendo. Dat ding kost 100 euro. En um, ik heb hem even geprobeerd. Um, precies één nacht. En daarna werd hij gestolen. Door uh -huh. Hij werd gestolen. Oh, oh kijk, okay, ik snap wel wat ik ja. denk Door uh, kinderen die dachten: Hé, hey Mario, kan je daar games op spelen? Ik zei, Nee, het is een wekker. Dus die, <laughs> de, die hebben het ook geprobeerd. En um, het is precies dat: het is een wekker. Het ziet, uh, hij heeft een rond schermpje, maar dat schermpje is niet echt rond. Dat is gewoon vierkant. Ja, uh, oh. Dus ja, dat is gewoon een kleine, kleine, kleine teleurstelling. Um, alle bekende geluidjes zitten er wel in. Het is wat Nintendo altijd wel goed doet, is die bouwkwaliteit. Dus er zit een grote knop bovenop waar je echt een goede ram op kan geven. Alleen het geeft altijd geluid. Dus deze uh, staat dus oh bij mijn zoontje op zijn uh, uh, slaapkamertje. En dan uh, zie ik dat die wekker aanstaat en denk van, oh, dat gaan we niet doen in het weekend, dus wil ik hem uitzetten. Dan geef ik daar een ram op en dan geeft hij kaploink, kaploink, kaploink en dan gaat het geluid maken. En er zit ook een bewegingssensor in, um, want het idee is van deze wekker, je moet fysiek je bed uit om de wekker uit te kunnen zetten. Hoeft niet, je kan ook gewoon ram op die knop geven. Um, maar dus op het moment dat er iets beweegt, gaat het ding ook een beetje geluid maken. Gaan personages heen en weer lopen. Dus het maakt geluid. Het, het is um, uh, allemaal verschillende thema's, heeft het. Van Mario tot Pikmin tot uh, The Legend of Zelda. Dat is geinig. maar. Het is niet 100 euro geinig. Net zo lekker. Dit is het is mooi gezegd. Het, het is niks meer dan dat. Het is een wekker. Nee, het is een wekker. Ja, daar heb je. Maar wekker. ik ben bang, weet je, het is straks weer Sinterklaas. Uh, het is Kerst. Uh, kinderen zien dit. Um, uh, mijn kinderen gingen hier ook ook hard op aan. De ding werd aangekondigd met een trailer. Ik zat die trailer te kijken. Zij zat er mee te loeren. Het was meteen. Ik moet dit <laughs> hebben. Dus ik ben bang dat ouders, die zijn de Sjaak. Die moeten dit ook hebben. Maar hou er rekening mee. Het is een wekker. De wekker ja. werkt. De wekker maakt goed geluid. De wekker maakt je wakker. Maar het doet niet meer dan dat. Het is... Hij analyseert je slaap ook, toch? Is dat zo? Nou, hij, tra hij traced volgens mij je beweging ja, 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 in je bed. Ja, ja, ja. ja. Als, je, dan, als je wakker wordt en je staat niet op. dan moet ja, je afschuiven en dan, dan krijg hij meer, gaat hij meer herrie maken, zodat jij dus. Uh, het is oh, dus de bedoeling jere. dat je echt uit bed komt. Dus als je je gaat uittrekken, ja. dan hoor je muntjes gaan en dat soort dingen. Ja, precies. Dat bedoel ik. En ja, de, de ja. wekker gaat uit als je opstapt. Maar zegt hij dan ook, maar... je hebt goed of slecht of onrustig geslapen of zo? Nee, nee, nee. nee of dat niet? Het, ah, het okay. is geen... Uh, nee. ge Want iedereen dacht in het begin dat het iets met Pokémon Sleep zou zijn. Ja, nee, precies. Met die app. Maar dat was dus niet zo, wat ook een mooie Nintendo-keuze is. Nou. Uh, goed. nou. Maar goed, okay. dit is... De Alarmo. Ja, toch het is wel. is leuk. Het is een wekker. Ik hou van een bedrijf, bedrijf dat een wekker maakt. Ja. Ik hou van maar, een maar bedrijf dat een wekker maakt. Bij iedereen verwacht die aankondiging van de Switch 2. En we komen ze mee? Met een muziek app en een wekker. Oh, ja, die ja, ja, ja fantastisch. Die ja. muziek app ook, hè. <laughs> Geweldig, hè. Ja. En dan, nou. Het heeft altijd een beetje zo die premium feel. Maar het slaapt meestal nee. Oh, kijk. Hij doet wel slaapinfo, man. Ja, dat was zeker Ik dacht dat. Ja. Hij treest oh. volgens mij wat jij beweegt. Daarom heeft hij er moeite mee. Als jij met twee mensen in, in bed ligt, ja. dan weet hij niet welke die, wie die moet traceren. Ja, maar het, het is wel zijn. echt een dingetje voor kinderen. Dus, uh, ja, ik denk ook niet dat je er medische gegevens uit moet halen. Nee, maar het houdt dus wel uh, je, uh, hoe lang je hebt geslapen bij. Echt? Wat zegt hij? Ja, deze staat dus bij mijn zoontje <tus> op zijn kamer. En die komt er elke nacht uit, want die is... Bang. Die krijgt het dus bij ons in. Dus uh, bij hem geeft hij maar vijf uur aan. Omdat hij daar dan gewoon is. Leuk. Nee. Ja. Ja. ja, mooi. Okay. Gein ja, ge ja. Ge geinig ding, maar ik vind nog steeds niet 100 euro geinig. Nee, man. Nee, ja. 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 nee het is een fucking wekker. Het is een wekker. Ik vind, nou, ik, ja, ik vind het, het wel leuk weker, dat ze ja. gewoon hebben. Dat ze zoiets hebben. Ik, ik ook, vind we, het ook leuk. We gaan hem we we wekker maken. We doen het gewoon. Daarom hou ik van Nintendo, ja, man. Ik weet niet, met die Battle Royale games. Iedereen maakt Battle Royale shooters wat in Nintendo. Wekker. En de muziek. Tetris had. 99, zeggen ze. Ja, oké. Okay. Ja, het lijkt cool. heel vet. Goed, uh, Black Ops 6. Het houdt mij de afgelopen twee weken wel bezig, jongens. Ik zeg je eerlijk. Ik, uh, ja. ik had er... Ja, een week van jij tevoren zit op de trein, hè? ja een week van tevoren had, bij mij echt insane te kriebelen had ik dus van, oké, let's go nu heb ik er echt zin in. Ik had er weer echt zin in een goede Call of Duty. Kwam die game uit, ging ik het spelen en dan ben je altijd een beetje bang van oh dat gaat tegenvallen, maar het viel mij niet tegen. Ik vind die, uh, die, die uh, campaign, die vind ik leuk. Die er zit een goede pace in. Ik vind die zombie mode vind ik fantastisch en ik vind de multiplayer vind ik heerlijk spelen. Lekker competitief. Goed knalwerk. Die audio-design van die games weer top-notch. Call of Duty games zijn altijd qua audio zijn echt heerlijk. En daarom knalt het ook zo lekker. Als je iemand voor zijn giegel schiet, dan hoor je nog die extra gong, die extra kling. En dat maakt het voor mij wel echt. En het is, uh, het is weer ouderwets. Ik heb een potje gespeeld, ik doe nog een potje. En uh, ik heb nu echt moeite met, uh, met de keuze maken, ga ik nou die campaign doen, ga ik nou de zombies doen of ga ik gewoon lekker multiplayer knallen. En uh, wat ik ook heel erg vet vind, ik zet mijn Playstation aan, ik open die vriendenlijst en iedereen is die game aan het spelen ik heb de, ja, dat laatste, de laatste periode was echt, uh, nou, de ene was dat aan het spelen, de andere was dat aan het spelen, die, dat, dit, en dat. Maar nu echt mijn hele lijst gewoon allemaal Black Ops 6. En ik hoorde ook gewoon, niet alleen bij ons op de redactie, maar we hadden bijvoorbeeld afgelopen week hadden we een klein iafc uh, toernooitje met wat uh, mensen van een ander bedrijf die kwamen ons uitdagen. Maar ook die waren bezig met eigenlijk, uh, niet met IAFC, maar gewoon met Black Ops 6. En ook weer, hé hey, jongens, gaan we dit weekend weer even, even een potje knallen. En ik vind het zo tof dat zo'n zo zo titel toch weer echt leeft onder ja, niet alleen uh, gaming enthousiasteling, enthousiastelingen, maar ook mensen die daar iets minder mee hebben. En, en gewoon dit is een van de twee games die ze per jaar spelen. En daar gewoon weer een paar weken gewoon helemaal zoet mee zijn. En uh, dat vind ik toch ook wel heel vet om te zien wat, uh, wat gaming dan weer kan doen. Ja, eens. Nou. Het is de grootste Call of Duty launch tot nu toe, toch? Ja, dat zeggen ze. Um, maar dat zeggen ze natuurlijk bijna elk jaar. Ja, het grootste openingsweekend zijn. Ja. Uh, maar zo komen de Game Pass. Ja, maar inderdaad, de Game Pass moet je niet vergeten natuurlijk. Uh, die... Maar goed, telt ook gewoon mee. Ja. Mensen spelen het um, en dat is, uh, hoe ze dat uh, doen, dat maakt natuurlijk niet uit. Ik, ik hou echt van Black Ops 6, vind ik echt heel goed. Ja, um, nou, vind ik echt heel goed. Ik denk dat iedere modus goed is, maar niet perfect, zeg maar. Mm -hmm. Behalve nee, zombies. Ja. Ik zou zeggen, zombies komt wel richting. Ik zou, die kun je niet echt makkelijk beter maken. Die vind ik echt heel sterk dit jaar. Ik vind de ook heel sterk, maar er zitten wat verhalende momenten in die een beetje trekken. Zeker het einde. Heeft een paar heeft een puzzelstukje waarvan ik echt zoiets had, nou, dat voor mij niet ingehoeven. Yeah. Maar goed, het thema en het onnatuurlijke eraan, dat is heel erg des Black Ops. Um, maar ja, er zit ook nog een ander segment in, halverwege waar ik ook niet helemaal weg uh, van was. Het enge segment? Ja. Ja, maar ik zou. Zat... Ja, ja, ik weet niet of ik het eng zou noemen. Ik vond het. eng. Ja, het is wel een beetje creepy. Ja, ja. ik dacht, ook ah, gewoon kut, een beetje. Ik vond het niet leuk. Ik vond het niet leuk. Ik vind dat type gameplay niet leuk in de single players. Nee, van Call of Duty. Ik vond sowieso de single player. Um, ik vond hem wel leuk, maar. Um, weet niet. Niet zo sterk als Modern Warfare 2019 of Modern Warfare 2. Misschien ook omdat het wat meer bovennatuurlijk was deze keer. En... Ik denk dat ik hem beter vond dan 2 en vergelijkbaar met 1. Zie ik eenmaal iets hoger op zitten, ja. Ja, ik denk dat ik één iets hoger op zitten. Ja. Maar ik vond me wel goed hoor, ik vond me echt goed. Ik denk echt dat dit, als over een paar jaar, dan staat deze bij veel mensen in de top 5, denk ik wel. Ja, oké. Okay. Ja, dat denk ik wel. Ik vind wel, ik denk, ja kijk, je hebt zeg maar Black Ops 1, 2 en dan heb je Modern Warfare 2019 en uh, ik denk uh, Modern Warfare 4, of Call of Duty 4 Modern zeg maar uit 2017. Ja, 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 ja. En dan heb je nog deel 2, dat ook wel een goede single player. En, en verder heb je... Ja, die noemde ik. Black Ops oh, 1, okay, Black Ops yeah. 2. Zou ik zeggen. Um, maar goed, dat uh, zal voor iedereen anders zijn. Ja, ja oké. Okay. Ja, nee, ik yeah. ik vond het goed. Snap ik, ja. Er waren een paar segmenten die ik... Ja, voor mijn gevoel had ik dat nu wel een paar keer gedaan. Die spy-dingen zaten ook in Cold War bijvoorbeeld. Uh, ja. Volgens mij ook een beetje in Vanguard... Um, en die open ja. wereldstukken vond ik ook cool gedaan. En was wel gewoon tien keer beter gedaan dan die van Modern Warfare 3. Die, dat waren gewoon wars. Nou, er zit één open wereldstuk in, dat bedoel je denk ja, ik. Ja, die. Toch? Ja, ja. ja, ja. Ik vond het niet ja, zo nieuw of zo. Maar wel op zich goed. Nee, 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 niet nieuw. Uh, niet nieuw. Als je in cliché wilt praten, is het een beetje een return to form, denk ik, na Modern Warfare 3. Ja, ja. Um, maar niets, niet nieuw. Bijzonder traditioneel. In iedere modus, overigens. Want misschien wel de minst traditionele modus is juist de multiplayer, vind ik. Vanwege dat omni-movement. Kijk een Jantje, ik word oud. Holy fuck, <laughs> doe even rustig, zeg. De tandjes. Ik heb af en toe het gevoel dat ik Quake 3 Arena aan het spelen ben, joh. Wat is dat? Ik kreeg vanochtend weer zo'n TikTok van zo'n video... Volgens mij was het uit de beta nog... ...dat iemand zo sniped op zo'n guy, als was een killcam... ...en dan iemand die er zo voorspringt... ...get down, Mr. <laughs> President... Ik dan niet zo ja, ja, de ja. Die is inderdaad uit de beta. Ja, ja het is snel. Ja, maar die om, door die omnimovement kun je dus op topsnelheid... Iedere willekeurige richting in sprinten, duiken of glijden op je knie. Yeah. In één movement, wat gewoon echt een schekkenhuis, huisje. Ja, ja. ja, het is echt insane. dan zei, je moet de Tactical Sprint Assist aanzetten. Dus dat had ik gedaan, maar dan ga ja, je dus klopt. gewoon vol sprintend elke kant op. Dan ben je iets later ja. met mikken, maar je bent wel zo snel aan het bewegen... dat je vaak mensen hebt. Maar ik heb het weer uitgezet, want ik vond het voelde zo gek of zo met bewegen. Uh, ja. nee, ik wil iets meer controle ook. hebben. Ik, kan Ik moet sowieso zeggen, om die movement, je moet het echt in je spel integreren. Want als jij gewoon gewend bent om een hij altijd gewoon het pookje rechtdoor te houden en sprint in te de drukken, size, hoor. dan wordt het lastig. Oh kijk, ver is die. Kijken. Je komt even kijken. Nou. <laughs> Hoi. <laughs> <laughs> Ik kom er zo aan jongens. Ik maak het even af, ja? Oh, Ik ben even met die jongens een podcastje aan het opnemen. Nee, we gaan niet kijken, want anders voel ik me heel ongemakkelijk met, met publiek erbij. Tot zo. Doei. Goed gevaardigd ze. Wat zei je? Nee, ik hou ook niet. gaan ga me even duiden. Kom zo aan. Kijk, dit was Holse, hè. Dit was Holse. <laughs> Leuk, ja. <laughs> ik vond het nog lang awesome. duren voordat we druk... binnenkwamen. Oh, op die manier. Ja, ja. ja. ja misschien wel. Ja. Hoe erg, is het normaal ook zo erg? Uh, ja, ja, ze vinden het uh, hi, uh, leuk om hier Mijn te... Mijn kind. Kijk, dat is ook, dat is ook leuk. Maar die, die, Mijn kind. Die mag er altijd bij zijn. Nee, ze vinden het leuk om hier te zijn, want ze weten dat die, uh, als er wat te gamen valt, dan is dat hier natuurlijk. Dus ja, ze denken het. ook altijd, als ik hier, hier zit, dan ben ik aan het spelen. Dan wordt er iets gespeeld, dus dan moet dat uh, er even gekeken worden. Dus uh, ja, ja. ik denk dat het nu vooral ook een kleine teleurstelling was dat ik met jullie aan het praten was en dat er niet een, een, een gamepje aan stond. Nou... ja maar goed, uh, waar hadden we het over? Denk multiplayer is fucking snel? Ja. Dat zijn Het is, is echt uh, ik heb me lang niet. Ik weet het, het waren wel Black Ops snel, maar deze is wel echt heel erg snel. Het is echt, Maar goed, het went. Voor wie het is niet ja, super uh, niet te geïntimideerd zijn. Het went wel gewoon. Het is te doen allemaal, maar af en toe uh, boh, je, het is zweterig joh. Het is zo zweterig. Yeah. Maar er zitten nog wel wat open segmenten in maar de maps, wat een het beetje rustiger ja, en zo. Is leuk, man. Ja, dat is ook leuk. Ik hou ervan. Ja. Ik vind het geweldig om als een fucking John Wick van een balkon af te duiken... Zo. en dan volop te unloaden op mensen onder me. In die ene map met dat zwembad in het midden... Ik duik gewoon... Ik duik meteen. Ik weet niet eens wat er onder me ligt. En dan ga ik dood. Dan word ik altijd doodgeschoten. Maar dat moment dat ik naar beneden vlieg, dat is schoten. Ja. Is heerlijk, yeah. man. Is zo lekker Newtown Town zit er weer in. Die gaat ook echt helemaal crazy. Ik vind wel een aantal van de maps. Te doen. Ik vind niet alle maps even leuk. Sommige die zijn echt best wel chaotisch. Um, je hebt zo eentje met die, met die kanaaltjes eromheen. En dan verschillende ja. lagen dat je door dat huis moet. En dan heb voor mijn gevoel, heb je ook nog één slechte kant waar je kan spannen. Aan de andere kant heb je volgens mij een voordeel. Dat, ja. ik vind, de maps is, vind ik het meest teleurstellende aan deze game. Um, ja, maar goed. Ik was het daar in het begin helemaal mee eens. Maar inmiddels heb ik wel uh, wat favorieten en dat ik denk van oh yes deze map. Ja en zeker. Ja als je even hebt, want uh, ik heb ze hier opgeschreven. Fortuga. Ik vergeet ook meteen. Uh, met Schreef sowieso, sowieso altijd namen van wapens. Dus zeggen, zeggen mensen ja ik heb die in mijn loadout zit zo ah, ah oké okay, prima. En, ja, ze uh, zijn ook begonnen met uh, rare namen uh, sinds een paar is allemaal. Ja, goed, ga ja, verder. En de naam van Maps. Ik heb ook een, geen idee altijd Ik heb altijd... Ja, uh, Maps lastig. Ja. ja, maar Maps zijn ook lastig. Want die veranderen ieder deel. En die, die M16A2 keert gewoon af en toe nog eens terug, weet je wel. Ja. Maar um, ik vind Skyline vet. Ja. En uh, uh, D-Relict de of Derelict, of weet ik het. Wat, Dat Skyline is die is met de het treinstellen. Ja, oh, ja. Skyline ja, ja, ja. is met uh, het zwemelt in het midden Oh. En dan wegduik okay. En uh, die Derelict, denk ik, I don't know, man. Uh, die, is, uh, die vind ik ook wel cool. Um, dat is met die treinen. Die zitten allebei zaten ze in de beta, dus misschien heeft dat ermee te maken. Ja, 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 oké. Okay. En je hebt nog zo'n um, map met een uh, jet in het midden van een loods. Ja. Yeah. En die is in principe te chaotisch voor Steam, That Match of zo. So, die speel ik voor voor altijd free Freeform. Ja, maar die, in Search and Destroy is die echt fantastisch. Huh? Ah, okay. Je kan ook die deuren openen natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, maar er zit geen klassieker in zoals Crash of Firing Range. Die nee. zit er gewoon niet in. Maar die komen dat wel. Mis ik, man. Dat Firing Range, die komt toch weer terug? Ja, uh, ja, ja. ja, maar ik, het tijdperk van Call of Duty, je merkt maar, dat is misschien iets dat is menselijk eigen, weet je wel. Bij, ik heb het gevoel dat, ook al maken ze nu de vetste map, dat wordt nooit de klassieker meer. Ik denk gewoon dat het bijna niet meer kan of zo, maar misschien zit ik dan naast. Nee, ik snap huh? wat je bedoelt. Ik zit ook te denken, de, we hadden laatst ook een lijstje met de beste maps, volgens mij. En de meest recente, waar ik van dacht, wow, deze was vet, was Black Ops 3, volgens mij. Ah, oh, dat vind ik redelijk recent. Ja. Ik vond Black ja. Ops 3 ook een hele vette game, trouwens. Maar, uh, oh, ik vond die echt, echt niet leuk. Ja. De, uh, of ben ik er wel mee Welke is, is dat met die co-op singleplayer? Eh... Uh, Black Ops 3 is, is met een co-op singleplayer. Is... Ja, dat is echt een kut. Singleplayer. Ja, maar de multiplayer. Ja, vond, die, vond die vond ik ik echt, de, vind ik misschien de slechtste. Misschien dat ik nu wel. Sle nou, niet slechter vind dan mannen wel veel drie, Maar de co... is oké. Okay, ja, dat zou kunnen. Ja, nou. Maar ja. goed. We zijn ja. aangekomen oh. bij de, bij de tippies. Ik heb een tip. Ja. Ik maar weet dat we je gaan tippen. Het is een hele goede tip. Oh ja. ja, ja het vertel. is echt een goede tip. Het is de tip van de week. Nou. En misschien, ja, misschien is dit wel de tip van de week. Dat denk ik wel. Inderdaad. Ja. Ja. Misschien is dit wel de tip van de week. Um, op Netflix staat een documentaire. Die heet The Remarkable Life of Ibelin. Um, dat gaat over een World of Warcraft speler, Mats Steen. En um, hij komt uit Denemarken overigens. Uh, en hij um, leed in verleden tijd aan een terminale spierziekte. Dus uh, ja, hij ging het niet halen. Dat wisten zijn ouders. Um, en dan moet gewoon beknopt te houden, zonder spoilers. Na zijn overlijden werd zeg maar, duidelijk voor die ouders dat hun zoon zeg maar, niet eh, ja, eenzaam in isolatie aan het wegteren was. Maar dat hij echt een soort van de fundering was van een hele grote groep gamers uh, op, in, in World of Warcraft. En daar gaat die documentaire over, over dat proces. Over het feit dat hij uh, ook een meisje ontdekte waar hij min of meer verliefd op raakte. En uh, over hun uh, relatie. En dat, ja als wisten dat allemaal niet. En die dachten hij, hij is doodgegaan in isolatie, eenzaam. Maar dat was hij helemaal niet. Hij was echt de fundering van een online community. En die documenteren zo fucking mooi... Dat is echt zo'n mooie documentaire. Die is met zoveel begrip gemaakt voor World of Warcraft. Voor zijn situatie. Voor cool. de situatie van zijn ouders. Um, ja, fantastisch. Geweldig. Staat op Netflix. Um, krijgt wel wat pers, maar niet heel veel. Verdient veel meer. Sorry, hoe heet hij ook weer? The Life of? The Remarkable Life of Ibalin. Oké, okay. check. Dat is zijn uh, nickname. Goeie, Goeie tip. tip van de week. Maar misschien gaat Jack er wel overheen met zijn tip. Nee, ik denk het niet. Maar er is nog wel één game die uh, recent is uitgekomen... en waar ook bijna niemand het over heeft. Maar het is de nieuwe chin game. En <laughs> die is verrassend leuk. <laughs> ja, het is, uh, het is wel een niveauverschil. Maar hij heet voluit... Uh, chin Chin Shiro and the Cold Town. Um, twee jaar terug mm -hmm. volgens mij, of misschien wel vorig jaar... had je uh, ook een chin game. Die heette Me and the Professor on Summer Vacation. En dat was een verrassend leuke... Cozy game waarin je op een soort van ja, een, een beetje een plattelandsgebied op zomervakantie gaat, als Jinchen en daar een beetje Animal Crossing dingen doet: je vangt uh, bugs, je, je vist en je praat met mensen, je helpt een winkeltje onderhouden. En dan is er nog een soort van rode lijn uh, die je elke dag volgt, en dan kom je bij het einde. Uh, deze game is redelijk vergelijkbaar: het begint op een soort van boerderij, en je ja, je doet daar ook weer een beetje vissen. Uh, Insecten vangen, dat soort dingen. Uh, maar dan ga je naar de Coal Town. En de Coal Town is een, uh, ja, een beetje een, een heel industrieachtig gebied. Uh, ziet er totaal anders uit. Um, qua kleur is die gang dan ook echt totaal anders. En daar ontmoet je een aantal mensen, waaronder iemand die een restaurantje leidt. en die ga je dan helpen met uh, recepten verzamelen, uh, of maken, ingrediënten verzamelen ervoor. Uh, en zo leer je die mensen daar in dat uh, stadje steeds kennen. En er is. Dus, Zoals we vaker bij een uh, mining town dat er iemand uh, de mijn wil sluiten of openen. Uh, dus er is een soort van conflict gaande. Um, het is best wel voor uh, yeah, een licensed game best wel goed. En een hele cozy uh, titel waarin je niet zoveel hoeft te doen. En lekker kan chillen en kan genieten van de muziek. En ik speel hem op Switch en het ziet er heel mooi uit. Hele mooie getekende stijl. Dus als je van een chinchan houdt en door de game wil blote billen boeien, dan uh, kan dat. Nice. Nou, leuk. Nice. Ja. Um, ik heb een filmtip. Uh, die heb ik gezien in de bioscoop. Het is een animatiefilm. En 9 van de 10 keer haak ik af bij animatiefilms. Uh, ik weet niet, doet mij gewoon weinig. Maar deze greep me echt bij mijn nekvelletje. Hij heet Peter, The Wild okay. Robot. Um, yeah. Hij is gebaseerd op een kinderboek van Peter Brown. En het gaat over een robot, Ross, die uh, strandt op een uh, ja, soort van... Uh, Onbewoond uh, gebied en um, moet overleven in de wildernis. En uh, komt daar een weesgansje tegen, en die gaat dat weesgansje samen met een vos opvoeden. En um, het is een kinderfilm, maar hij is zo gruwelijk vet geanimeerd. En uh, de wow. voice acting is spectaculair goed met uh, Pedro Pascal, maar vooral de muziek. Als ik er nu aan denk, krijg ik alweer kippenvel. Het is zo sfeervol en insane mooi gemaakt. Het is mijn favoriete film van dit jaar, gewoon in het algemeen. En ik nice. kijk, kijk best wel veel films uh, de, de laatste tijd. En dit is, uh, als je één film gaat zien dit jaar, laat het alsjeblieft deze zijn. Het is, uh, hoe, hoe heet die? The dan? Wild Robot. Hij is met zoveel Dat zo liefde gemaakt. Het druipt van het scherm ja. af. Van DreamWorks. Klinkt. Ja, DreamWorks, en, Dreamworks okay. maakt een hoop films en ook echt wel slechte films, maar okay. uh, dit is echt weer uh, oldschool. Uh, DreamWorks is terug met uh, klassieke animatie. Ja. Ik vond hem ook heel vet. Vuurlijke. Tentu gaat teken aanvallen. Zie je dat over mijn schouder? Ja, daar zit ik klagen. Teken gaat tentu aanvallen. Ah. oh. Ja. oh. 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 Huis cool. voor. Ah, te dik, toch te dik Ja, ja, ja ja. ja. Goed, mag ik jullie weer bedanken voor deze week Aanschuiven in ik wil heel de Powerproud proud, proud, nee, proud. Proud. Uh, Vond je dit nou een fijne podcast uh, Laat dan even een recensie achter in je Podcast app, dan worden we beter Vindbaar voor andere mensen die ook van videogames En entertainment houden, kan je nog stemmen op ons? Voor de podcast geworsteld? Of is dat al klaar? Oh, nee, kan nee, niet ik meer. Ding. Kan niet meer. Oh, zijn we weer te laat? Nee. Ik nomineer het al bekend eigenlijk. Ik heb niks al. gehoord. <laughs> <laughs> ja, waarschijnlijk al. Ja. Ik weet het niet. Volgens mij is er nog niks bekend. Ah, ja, oké. Okay. We zullen wel we weer te see. laat zijn. Um, anyway, uh, volgende week uh, is Cheer terug met, uh, met zijn gang. En wij zijn er weer over twee weken. Tot dan. Doei doei.